Je denkt in een tijd dat alle gesubsidieerde cultuur ter discussie staat, zullen musea zich wel wat meer conformeren aan dat wat de massa mooi vindt. Museum Boijmans van Beuningen in elk geval niet. Althans niet met een tentoonstelling van de kunstwerken van de Scandinaviër Faltbakken. Een stapel filmrolblikken, een opgeblazen fotocopie, gedeukte stalen kasten met spanbanden. En als topstuk garbage bag, hashtag 21. Een vuilniszak van de rol getrokken en opgehangen. En betekent met een markeerstift. Tja. Wat Matthias Faltbakken doet is gewoon een heel radicaal statement. Eigenlijk is hij heel boos op de maatschappij. Eigenlijk ziet hij de maatschappij waarin we leven en waar hij zelf ook deel van uitmaakt en aan meedoet als iets, als een veilige omgeving. En daar wordt hij ook wel boos van en dit is het resultaat. En dat wil hij graag zien, dat willen wij ook als museum dan ook heel graag laten zien, want het is nogal radicaal. Maar waarom wil een museum dit neerzetten en ophangen? Archiefkasten, een vuilniszak met markeerstiften? Ja, als je het zo vertaalt in woorden, dan klinkt het heel... Lullig. Heel simpel. Het is misschien ook heel simpel, maar waarom wij het willen laten zien is omdat het een reactie is op wat een kunstenaar in de maatschappij ziet en wat hij ervan vindt. En of Boijmans zich voor kan stellen dat de politiek, als zij knopen door moet hakken over subsidie voor dit soort activiteiten in tijden van financiële crisis, zich toch nog even achter de oren krabbelt. Ik weet dat ook dit soort werken weer vragen om die discussie te laten oplaaien. Maar dat willen jullie graag? Het gaat niet altijd over dat een kunstwerk van hele dure materialen gemaakt moet worden om het een goed kunstwerk te laten zijn. Vanaf morgen kan iedereen de stukken van Matthias Faltbakken zelf gaan zien en zich een eigen oordeel vormen.